Nou ja, dat kun je vergelijken met een burn-out bij mensen. De hele tijd het niet lukken, frustratie, angst, niet weten hoe lang het nog duurt. En op termijn is dat gewoon slopend voor een hond, lichamelijk en mentaal. Ja, door corona heb jij het nu dus drukker dan ooit, wat ook te verwachten was. Er zijn ongelooflijk veel puppy's afgenomen in coronatijd. En nu na coronatijd worden er ook steeds meer puppy's afgestaan. En jij bent bang? Ja, we hadden het al een beetje verwacht. We wisten alleen niet precies wanneer het kantelpunt ging komen natuurlijk. We zijn ook een periode best wel leeg geweest. Best wel, dat we uit ons neus konden eten. En nu beginnen ze allemaal weer terug te komen. En wat kunnen de mensen doen die nu inderdaad zo'n impulsaankoop hebben gedaan in coronatijd? Vooral goed voorbereiden, nu de hond nog jong is. Dus alvast gedoseerd leren alleen te zijn. Niet in één keer lang en ervan uitgaan dat ze dan vanzelf gaan wennen. Als een hond gewoon bang is, in paniek als hij alleen is, dan wordt het over het algemeen erger. Dus gedoseerd, korte momenten en dan zo steeds iets langer. Vos is wel aangeschaft in Nederland, maar is door iemand uit een schuur in Hongarije hier naartoe getransporteerd om hier als puppy te verkopen. Ik zie nu steeds meer mensen die onder andere problemen krijgen met het gedrag. Of een hond hebben aangeschaft die medisch bijvoorbeeld niet in orde is. Want dat is wel zo, bij onverantwoordelijke fok krijg je ook veel medische problemen. En wij proberen de mensen eigenlijk te helpen, want ons eerste doel is natuurlijk helemaal niet dat ze hier naartoe komen. Maar dat ze juist daar kunnen blijven bij de mensen. En ga je dan ook netjes zitten? Ga je dan ook netjes zitten? En ben jij, laat eens zien of jij een slimme of een domme hond bent. Oh, je bent een domme hond. Dus de bedoeling is dat de mensen die per ongeluk een hond gekocht hebben en daar spijt van hebben, hem gewoon houden. Nou, wij willen eigenlijk adviseren dat mensen in ieder geval nu al gaan bedenken wat ze ermee zouden moeten. Ze moeten misschien weer naar kantoor, ga je eens verdiepen. Misschien mag je hond wel mee naar het werk, heb ik gewoon nooit gevraagd van tevoren. Maar bedenk wel dat je niet op vrijdag kan denken, nou ik ga maandag weer werken en je hond dan 8 uur alleen laat. Want dan kan je ongewenst gedrag gaan creëren in feite. Oh, tjoe. Kijk eens. En hoe is dat voor die honden, dat ze in één keer van heel veel aandacht naar heel weinig aandacht krijgen? Is dat iets waar ze aan kunnen wennen? Of zal het altijd iedere dag weer opnieuw voelen als een tragedie? Als een tragedie. Het is heel naar als hond. Als het zo abrupt is, ze weten niet waarom. Ze weten niet precies wanneer hun baas terugkomt. Dus het is heel onvoorspelbaar. Een hond is naast gewoon een groepsdier natuurlijk ook duizenden jaren lang gedomesticeerd. Dus heel erg op mens gefocust, de hele tijd gefokt door ons om ons heel leuk te vinden. En het is nogal lullig als je dan in één keer ze heel lang alleen laat zijn. Maar als je kijkt naar hun gedrag, de hele tijd piept het voor de deur, dan laat het gewoon zien stress. De drang om iets te doen met die stress, ze willen er naartoe, maar het lukt niet. En de hele tijd die frustratie. Dat kun je vergelijken met een burn-out bij mensen. De hele tijd het niet lukken, frustratie, angst, niet weten hoe lang het nog duurt. En op termijn is dat gewoon slopend voor een hond, lichamelijk en mentaal. Echte cijfers zijn er nog niet, maar je ziet nu al in de open-up dat jouw asiel vol raakt. Zeker. Ja, wij zitten nu al 75% van de capaciteit inmiddels weer. Dus als je een nieuw hondje nu koopt, dan moet je bij ons wezen. Dan moet je bij jullie wezen. Jij bent geen corona-hond. Heb je een leuk speeltje, Tjoepa? Ja, belangrijk is natuurlijk ook dat je ze erg goed opvoedt. Mensen die een impulsaankoop hebben gedaan, hebben zichzelf misschien ook niet helemaal goed ingelezen van tevoren. Heb je nog een soort basisopvoedtips voor honden? Een beetje het belangrijkste is het goed socialiseren. Net als andere zoogdieren hebben honden een socialisatiefase. En in die leeftijd wennen ze aan wat ze gewoon niet zoveel stress geeft. Dus laat ze paarden zien, laat ze veel met andere honden spelen, verschillende hondenrassen. Begeleid ze daarbij dat ze op jonge leeftijd eraan wennen. Jongen, hey, af! Tjoep! Nou is klaar! En leer ze vanaf jonge leeftijd goed terugkomen, zodat ze ook los kunnen op jonge leeftijd en kunnen spelen en kunnen wennen. Dat is denk ik wel het belangrijkste wat je in ieder geval vanaf het begin goed moet doen.